Hey iedereen, welkom bij deze video. Ik had een plan. Dit plan is tot nu toe nog niet helemaal gelukt. Dus het is tijd om met de billen bloot te gaan. En nee Don, niet letterlijk. Oké, tijd voor een uitleg, tijd voor duidelijkheid. In mijn laatste dagelijkse vlog zei ik dat... Ik ga niet verdwijnen van YouTube, ik blijf op YouTube. Nogmaals, ik ga het gewoon helemaal anders aanpakken. Maar we zijn nu al 5 weken verder en er is nog steeds geen video. En dat... Dat was niet de bedoeling. Ik had een heel duidelijk plan in mijn hoofd. De bedoeling was dat ik 2, max 3 weken niet zou uploaden. En nu zitten we al op 5. Ik dacht dus, in plaats van het te vertellen aan jullie, laat ik het gewoon zien wat ik ga doen. En 2 weken is helemaal niet zo lang en dan ben ik volle bak terug. En dan kunnen we door. Maar nu na 5 weken nog steeds geen upload. Ja, dat komt heel raar over. En dan denk je, wat de fuck ga je nou doen? Wat ga je doen? Wat ben je van plan? Blijf je weg? Kom je nog wel terug? Maak je woord wel waar? Korte antwoord erop is ja. Maar ik vind het nu zo onduidelijk dat ik doe deze update video en ik ga precies aan jullie uitleggen welke tegenslagen ik heb gehad en wat ik nou echt van plan ben. Oké, het plan. Wat zat er in mijn hoofd? Hoe wilde ik het uitwerken? Ik zal uitleggen wat ik van plan was met mijn hoofdkanaal, wat ik van plan was met mijn podcastkanaal en met mijn andere socials zoals Snap en Insta bijvoorbeeld. Ik zou stoppen met vloggen en naast mijn hoofdkanaal, dus als tweede kanaal, zou ik een podcast gaan doen. Er staan nu 2 afleveringen online. En nu ineens weer niks. Mijn streven was om 2 tot 3 podcastafleveringen per week te gaan doen. Gelijk vanaf het moment na dagelijks vloggen, na 2 weken, zou ik willen gaan knallen met de podcast. Naast mijn hoofdkanaal dus. Maar we hebben nog steeds een probleem. Want als je heel goed luistert en ik zal het geluid versterken, dan hoor je iets waar ik niet blij mee ben. Je hoort een piep. En wat we eraan hebben proberen te doen om dit op te lossen, dat heeft tijd, geld en moeite gekost. Maar het lukt gewoon niet. Je hoort een piep door de audio heen die ergens hier vandaan komt. En we kunnen het gewoon niet oplossen. En we dachten hem verholpen te hebben, maar mooi niet. Je hoort hem tot 50% niet. Als je je geluid tot en met 50% hard zet, hoor je hem niet. Ga je over die 60, dan hoor je ineens een piep opkomen. En hoe beter je gehoor is van jezelf, hoe beter je het ook hoort. En je gaat natuurlijk niet naar een podcast luisteren als je 2 uur lang bijvoorbeeld een piep hoort. Die piep hoor je dus ook in aflevering 1 en 2. Daardoor ben ik gestopt. Het moet goed zijn. Heb ik zo'n studio en dan kan ik niet opnemen vegen een piep die we niet kunnen traceren. Is het de computer? Is het de airco? Is het de warmtepomp? Misschien zijn het zelfs al de zonnepanelen op het dak. Of is het de tv? Of is het... de LED-verlichting. Ik heb er bakken met geld uitgegeven om een specialist in te huren en die had het dus verholpen totdat je het geluid weer harder zet. Dus als ik de microfoon iets versterk, maakt niet uit of het hier direct is of in het editprogramma, zodat de audio een chill niveau heeft om naar te luisteren en je zet hem dan harder, dan hoor je hem weer. Dus het heeft me heel veel tijd, geld en moeite gekost de afgelopen weken, maar het mocht nog niet lukken. We hebben alle draden opnieuw getrokken, gewoon alle elektriciteit, alles wat je ziet, alles is nieuw. En nog steeds is het er minder. Maar het is er nog steeds. De voedingen en de controllers liggen hier. En daar komt dus waarschijnlijk de piep vandaan. Want het is alleen als de LED-verlichting aanstaat. Maar deze zijn allemaal vervangen voor de beste en duurste die er op het moment zijn. En alsnog hebben we die piep. Dus dit is dus waarom ik op mijn podcastkanaal nog niet verder ben gegaan met uploaden. Jan en ik zijn volle bak nog steeds aan het brainstormen. We zijn aan het kijken hoe we dit kunnen oplossen. We hebben heel goed contact. We hebben nog meerdere opties open. Alleen kost het gewoon heel veel tijd. Wie had dit kunnen voorzien? Maar in ieder geval, dit is natuurlijk niet mijn hoofdcontent. Dit is superleuk voor de naast mijn hoofdkanaal. Dit komt uiteindelijk gewoon op Spookjes terecht en dan wordt dit opgelost. Maar wat was ik dan van plan? Ben ik van plan met mijn hoofdkanaal? Ik mis het uploaden wel. Van 5 jaar elke dag uploaden, nu na 5 weken niks. Dat contrast is gewoon veel te groot voor jullie, voor mij. Het is nu veel te onduidelijk. Ik heb gewoon zin om te uploaden. Mijn passie ligt daar. Ik heb dat altijd al gedaan vanaf mijn 11e. Dus dat betekent dat ik de afgelopen weken ook gewoon gefilmd heb. En veel ook. Alleen ik kan het nog niet plaatsen omdat het weer iets is waar ik zelf niet de macht over heb. Dingen die in de weg zitten waar ik gewoon ja, direct niks aan kan doen. Met mijn hoofdkanaal wil ik eigenlijk blijven uploaden zoals voorheen. Maar in plaats van dagelijkse vlogs wil ik iets meer tijd steken in het editen, in het plannen van de video's, dat ik iets meer creativiteit heb en dat ik niet meer 2 ultimatums heb per dag. Binnen 24 uur moet ik editen en filmen. En voor mijn gevoel had ik na 5 jaar bijna alles gedaan wat je binnen 24 uur kan. Dus eigenlijk is het even terug naar de tekentafel, reorganiseren en alles in een nieuw jasje steken. Er zijn 2 grote redenen waarom ik nog niet heb kunnen uploaden mijn nieuwe content. En één van die redenen die had te maken met deze harde schijf. Ik wilde namelijk een compilatievideo uploaden van de beste en grappigste momenten van de afgelopen 5 jaar. En hier stonden al mijn dagelijkse vlogs op. Dat horen jullie goed. Stonden. Er ontbreken er gewoon, zomaar uit het niets, een paar 100 vlogs. Er ontbreken een paar...
Dus van de meer dan 1850 vlogs die ik gemaakt heb, moet ik er gewoon een paar honderd opnieuw downloaden en zoeken. Op mijn huidige pc, en bijvoorbeeld op mijn oude pc, heb ik gezocht en gezocht en gezocht. En het geldt ook voor mijn oude laptops. Ik heb alles weer een beetje bij elkaar kunnen rapen, kunnen vinden. Maar uiteindelijk ontbreken er alsnog een paar honderd. Wel minder dan eerst. Maar wel nog steeds een paar honderd. Dus dat is even flink zoeken. Ik denk ik maak een mooi overzicht met de beste en grappigste momenten in één lange video. Om het vloggen mooi af te sluiten. Maar omdat ik nog zo aan het zoeken ben en zoveel editwerk heb. En ook weer iets waar ik niet de macht over had. Het verliezen van die vlogs duurt dit ook heel lang. En met die video wou ik mijn vloggen afsluiten. Mij lijkt dat heel vet. Een heel vet overzicht waar je enorm over kan lachen. Gewoon voor de trouwe kijker. Ja, gewoon superleuk. Nou, jullie begrijpen het. Dat ging niet helemaal zoals ik wilde. Maar dan kan je toch alvast beginnen met je nieuwe content uploaden. Probleem 2. En dat heeft te maken met mijn Lambo. Ik zou een dikke aankondigingsvideo maken waar mijn Lambo bij betrokken zou zijn. Maar ook daarbij tegenslagen waar ik zelf geen macht over had. Daarmee laat ik natuurlijk al zien dat het ook heel veel over auto's zal blijven gaan. Mijn Lambo wordt op het moment helemaal aangepakt. Dat hoop ik echt heel snel online te gaan zetten. Ik moet gewoon even met de billen bloot. Het voelt kut dat ik jullie niks meer heb laten weten. En kijk, 2 weken is niet erg als je dan volle bak terugkomt en je plan gaat helemaal goed. En via de content is bam in één keer duidelijk op mijn hoofdkanaal, podcastkanaal en andere socials wat ik ga doen. Dan is het allemaal goed. Maar dat is gewoon niet gebeurd. En 5 weken voelt echt te lang. Ondanks dat ik gezegd heb, joh, ik ga gewoon door. Dachten heel veel mensen dat ik echt zou stoppen. Absoluut niet. Heb ik ook nog eens een beetje na gehad van een operatie. Dat is gelukkig allemaal goed. Van de week ben ik naar het ziekenhuis geweest en ik heb te horen gekregen dat ik een jaar niet hoef terug te komen. Dus dat is super erg geslaagd. Ik ben vooral heel dankbaar ook de laatste periode. Knijp in mijn handjes dat ik in goede gezondheid weer lekker mijn content kan gaan maken. Tijd met mijn familie en vrienden doorbrengen. En dat ga ik ook heel veel met jullie delen. Dus wat kunnen jullie sowieso verwachten de aankomende tijd op mijn kanalen? Ik heb al ongeveer 1000 vlogs geëdit van de compilatievideo. Dus jullie zullen sowieso binnenkort een compilatievideo krijgen van de laatste 5 jaar. Ik hoop dat jullie die enorm grappig gaan vinden. Ik lag me al helemaal kapot tijdens het editen. Daarna komt er een speciale video online. Die begint met mijn Lambo en een heel verhaal daarna. Als je trouwe kijker bent, denk ik dat je dat echt leuk gaat vinden. Mijn podcast laat ik even los nu. Ik ga me even focussen gewoon op mijn hoofdkanaal. Dat is wat ik het leukst vind, dat is wat ik het best vind. Ik moet gewoon even mijn plan loslaten. Dat is ook helemaal niet erg. Ik heb geprobeerd alles eraan te doen om mijn plan in goede banen te leiden. En dat is gewoon niet gelukt. Dus ik laat het even los. Maar wat ik niet loslaat, is mijn hoofdkanaal. Op korte termijn komt de compilatievideo online, dan de Lambo / verhaal aankondigingsvideo. En daarna kunnen jullie gewoon heel veel real life content verwachten. Wat voorheen een vlog was, alleen dan niet meer op dagelijkse basis. Jullie krijgen heel veel te zien wat jullie al van mij gewend zijn. Maar ook heel veel nieuwe dingen. En hoeven jullie dus geen zorgen te maken dat ik gestopt ben met YouTube. Dat dat nu echt duidelijk is. Dan natuurlijk mijn andere socials. Voor de wat meer dagelijkse dingen kunnen jullie mij sowieso gaan volgen op Snap. Dus zal ik even mijn code in beeld zetten. Kunnen jullie hem eventueel scannen, mocht je dat leuk vinden. Of mijn Instagram, dondejong_. Ik mis het gewoon. Ik mis het filmen, ik mis het uploaden. Ik mis jullie. Ik mis het hele plaatje. Dus ik ga jullie heel snel weer terugzien. En ik heb fucking veel zin in de toekomst. Later.